Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, jullie zien, ik ben niet opgemaakt. Maar dat komt omdat ik vanmiddag in de planning heb om mijn wenkbrauw te epileren voor dinsdag. Ik ga zo ook eerst de stad in. En ik moet kaarten op de post doen. Ik moet kerstverlichting halen. Dus ja, het komt allemaal wel goed. We leven vandaag op zaterdag 8 december. Dus ik wens jullie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Daar is er een. Eeuwin. Eeuwin. En Gandalf. Hallo. Hallootjes. Oh, goeie. En Frodo natuurlijk op de bank. Ja. Dus, hey, je doet me zeer. Je drukt zo hard tegen mijn arm. Ja, ik heb vreselijk veel pijn nog. Oh, het wil me niet minder worden. Het wordt juist erger. Maar ja, ik kan de pret allemaal niet drukken. Ik zet gewoon door. Simpel, ik sta zo wat stijf van de medicatie. Maar wat ik eigenlijk niet mag. Maar je moet toch wat. Nou, oké. In dat tasje van CNA, daar zit mijn spullen van mijn wenkbrauw te epileren. En ik moet die kaarten even een postzegel opdoen. Tenminste, ik heb nog wel wat, maar of ik genoeg heb, is vraag 2. Ja, nou, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. En tot later. Doei, doei. Goedemiddag, vrienden. Ja, ik was er weer. Ben net thuis. Wat een wind, wat een wind. En ik ben back af en ik ben oh zo boos. Niet op jullie hoor. Nee. Op iemand die moderatrice van mijn groep de 50 plus is geweest. Ja. Sylvia. Ik noem geen achternaam. Want er zijn meerdere Sylvia's, maar één met zo'n achternaam. Dus ja. Maar die kwam ik tegen. Nou, ik ben toch even tekeer gegaan tegen haar, want ik laat me niet op mijn kop zitten, toch geen één niet. Nee, dat, dat midden in de winkel. Wie stond er verschut? Zij, niet ik. Ondanks dat ik schreeuwde, stond zij verschut, daar heb ik wel voor gezorgd. Ik was oh zo erg. Ze denkt dat ze de moeders mooiste is. Nou, ik ben het zeker niet. Maar oh, wat kan zij uit de hoogte doen? Wat een bekakte me dan. Nou, dat kan ik nog beter als het moet. Ik heb tenminste de dingen geleerd om bij wijze van spreken, het zal nooit gebeuren, maar je weet maar nooit, bij wijze van spreken bij Maxima en Willem aan tafel te schuiven. Ja, de manieren van hoe je moet doen, etc. Daar kan zij niet aan tippen. Nee. En moet je mijn dinsdag zien, hoe mooi ik er dan uitzie. Ja. Ik zie er nou niet uit, maar ik moet mijn wenkbrauwen nog doen en wordt al donker en ik ben net thuis voor boodschappen doen. Hier ook een soortje chips ook ingeslagen en vlees weer en vleeswaren en uiteraard een bounty. Vanmorgen even patat meegenomen, want morgen komt Jan van Dam weer gezellig langs. Ook dat nog en ik... Ja, wat is? Oh. En er is telefoon geweest. Dus ik denk, ik heb het vermoeden dat het Karen is geweest, dus dat zal ik bekijken. En ik zeg tot straks. Doei doei! Ja, en nou zie ik er helemaal niet uit. Nee, ik heb mijn wenkbrauwen gedaan, dus die zijn al knalrood en opgezet. Het doet ook een beetje branderig, voelt het aan, maar... Volgens Karin zit het goed zo. Ik heb even een foto doorgestuurd en die vond het er wel netjes verder uitzien. Maar als je wenkbrauwen epileert, wordt het altijd knalrood eerst. En dan moet het weer afzakken. En dan een beetje make-up erop en doet het weer wonderen. Ja, nou, ik ben de tafel weer aan het leeghalen. Ik heb een bak koffie staan. En ik ben dus bezig dat weg te halen. Allemaal weer, het gaat weer helemaal leeg. Komt er weer een ander plastic zeil erop. En dan ga ik weer met de takken verder. Dus ja, oh, daar gaan jullie. Boe, hier ook. Kijk dan. Zo. Nou, moet ik dat ook weer even zo meteen oplossen. Jeetje mina. Maar in ieder geval,
dat gaat er dus op. Tenminste, beetje bij beetje ga ik weer bezig. En dan komt het in die hoek daar te hangen. En het waait als een raket, maar ik ga ook voor buiten ga ik maken. En dan zien we weer verder. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, geniet van jullie laat leven. Oh, het is namiddag. Het is nog namiddag, dus nog een fijne namiddag verder. Voor straks smakelijk eten. En een hele fijne avond. En we gaan Frodo nog eventjes binnen laten. Ja, ja, mannetje. Wauw. Lukt dat? Zo dan. Zo dan. Malootje. Hé, malootje. Wat, dikkie. Had zo haast. Gekkie. Maar oké, lieve vrienden, ik zal dit ook weer eerst even maken. Tenminste, maken, het is niet stuk. Hij valt zo uit die poot vandaan. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, tot vanavond. Ja, lieve vrienden. Het is alweer lang en breed avond. Het is 21:44. Alles is kant en klaar en schoon en netjes. Alleen op de tafel. Daar zien jullie nog wat op leggen. Maar daar ga ik nog even mee bezig. Even kaarten nog schrijven, postzegels plakken, etc. We hebben dus al eten gehad. De takken hangen daar. Want die zijn dus weer mooi. Ik heb verlichting erbij gehangen. Daar zit een takje in. Waar je, goh, vanmiddag hoorde ik het nog op de televisie. Waar je een kusje onder mag geven. Ja, hoe heet dat? Dat zit daarin verwerkt. Aan de voorkant. Weet je, goh. Ja. Hallo. Nou ja, het zit ertussen, achter de slinger ergens. Maar in ieder geval, nou, jullie weten wat ik bedoel. Zo'n takje zit ertussen. En dat hang ik altijd aan het plafond. Nou, en streng met 100 biggies erbij. Zo, dat gaat daar nog doorheen verweven. En dan weer terug. Nou, daar zit een streng van 20 lichtjes in. En daar zit een streng van 20 en 10, dus samen 30. Nou ja, wat wil je nog meer? Moeten er nog meer lichtjes aan? Enkel dat lampje is aan. En ik zie waarom ik vanmiddag zonder licht zat. Het onderste lampje in de kast, die heeft gezegd van doe het zelf maar. Ja. Dus, die is kadoek. Nou ja, pech. Moet ik dus nieuwe halen bij Action. Ja. Want ergens anders kun je ze niet meer krijgen. Dan alleen nog maar bij Action. Nou ja, lekker belangrijk. Toch? Kijk, morgen zijn de winkels dicht. Oh jee. En morgen komt Jan van Dam. Oh jee. Ja, oh, gosje dikkie. Ik weet het even niet. Nee. Maar ja, oké. Maakt niet uit. Maandag nog een dag. Moet ik er maandag even heen. Nou, ik heb koffie staan. De aanrecht is schoon. De kookplaat is schoon. Het zit mooi in de vaatwasser. Er legt nog takken, maar daar ga ik nog mee aan de gang. Voor buiten. Die takken. Daar is Frodo weer. Hé, ja nou kerel. Oh, wat die dikke doos. Zo, gaat mijn camera weer. Wow. Ha, verdikkempie. Moet toch wat anders op zien te vinden. Maar ja, wat een mouw. Wat een mouw. Kan dat niet? Een mouw. Oei, 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 oei. Oei, 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 oei. Ja, jij bent vloers. Jij bent vloers. Jij bent een vloershondje. Ja, jij bent een vloershondje. Ja. Lekker ding. Hé? Maar oké, ik zou zeggen geniet nog verder van jullie avond. Ik ga ook nog weer aan de slag. En ik zou zeggen, geniet er nog van. Ja, en misschien tot straks, zo niet. Ook goed, dan zeg ik alvast welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op.
En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik denk dat ik er inderdaad maar een einde aan brei. Ja, want ik ben ook zat. Ja, geen armen meer over, geen rug meer over. Ik moet mijn medicijnen nog innemen, moet ik ook nog doen. Dus ja, jullie begrijpen het wel, hè? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen een gezegende zondag zo vast. En tot morgen, samen met Jan. Geniet er maar van. Doei, doei.